Ik verzorg eigenlijk vooral het voorbereiden van alle werken dat de technicus moeten uitvoeren. Voor mij is het altijd al de drive geweest, iets die stuk is, proberen terug operationeel te krijgen. En dan liefst nog, als het even kan, nog beter of dat het origineel is. Ik vind dat bijzonder leuk, vooral omdat je continu moet bijleren dan. Want blijven stilstaan is niet leuk. Ja, ik wil evolueren als technicus. En dat kan hier bij Plastico. Maandelijks krijg ik mails door met de carrière possibilities. Dus letterlijk een lijst met openstaande vacatures. Ik vind de sfeer hier echt prachtig. Als ik hier toekom, dan kom ik hier samen met collega's. Maar sommige van die collega's zijn ook ondertussen echte vrienden geworden. Het is ergens een lichte vorm van thuiskomen. PepsiCo organiseert heel veel voor ons. Onder andere triathlon, personeelsfeesten. Mijn naam is Jelle Dufour, maintenance planner bij PepsiCo. Mijn rol hier bij PepsiCo is analyseren die papannes. Als je als technicus een probleem kan oplossen, die zelfvoldoening die je daar vaak krijgt, daarvan ga je gelukkig naar huis. Mijn werk voor mij in mijn leven, gewoon omdat ik gelukkig ben op mijn werk, ben ik ook gelukkig thuis. Dat is PepsiCo voor mij. We zitten hier in Veurne en qua woon-werkverkeer is het redelijk rustig en daardoor verlies je weinig tijd op de weg. Voor mij is PepsiCo een boeiende werkgever, omdat ze werken met de nieuwste technieken. Het is een toffe sfeer en iedereen kent het. Ik zou iedereen met passie voor techniek willen aanraden om hier te komen werken. Het is een hele toffe sfeer, je kan er veel bij leren en je krijgt oprechte waardering van je werk.